en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe Ruim op met Saar aflevering. Mijn YouTube serie die ik hier heb op mijn kanaal. En vandaag is het aflevering nummer 3. En ik ga vandaag mijn tassen en mijn schoenen opruimen. Kan ik dat accessoires noemen? Schoenen zijn officieel geen accessoires, maar whatever. In ieder geval mijn tassen en mijn schoenen. Because it's too much and it's a mess. En ik heb gewoon niet genoeg plek voor al deze zooi. En dit ga ik doen samen met jullie. Er staan al 2 afleveringen online. Allebei make-up. Aflevering 1 ben ik make-up gaan opruimen. En aflevering 2 oogschaduwpaletjes. En elke maandag om 12 uur komt er een nieuwe aflevering van deze serie op mijn YouTube kanaal. Dus abonneer vooral alvast als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan mis je geen enkele video. En ik plaats ook nog 3 andere video's in de week. Dus 4 video's in de week. Ik ben de hele dag op jullie beeldscherm. En vandaag sta ik dus niet in mijn beauty room, maar in mijn slaapkamer. Want hier zijn mijn schoenen. Ik hou al mijn schoenen hier. Want altijd als ik me aankleed, wil ik gelijk schoenen erbij aandoen. Om te zien wat matcht en wat niet. Dus daarom. Ik heb vooral hakken. Ik draag altijd hakken. Maar ik heb ook een heleboel sneakers. Ik heb laarzen. Dus ja, ik denk dat van de hakken het minst weggaat. Maar ik heb bijvoorbeeld ook heel veel tassen die echt gewoon weg kunnen. Want ik wissel echt niet zo vaak af van tas. Dus ja, dat ga ik gewoon samen doen met jullie. Weer super satisfying. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze aflevering. Oké, jongens. Hier is mijn kledingkast. Ik heb daar schoenen. Ik heb daar schoenen. En daar beneden heb ik mijn hakken. Ik heb hier ook wat boots. Omdat er gewoon niet meer genoeg plek is. Hier onder mijn bed heb ik ook een heleboel schoenen en tassen. En die gaan we gewoon nu opruimen. Maar ik ga beginnen met wat hier staat in de kast. Ik ga denk ik gewoon beginnen met de hakken. Omdat daar het minste weg gaat waarschijnlijk. Dus daar kunnen we snel doorheen. Oké, laat ik mijn kast open doen. Hier is dus gewoon allemaal kleding. Maar hier heb ik allemaal hakken. Dit is zo'n handige la. I love it. Heel deze kast heb ik gemaakt bij de IKEA. En ik ben echt altijd een schoenenfanaat geweest. Dus ik moest een schoenenla hebben. Is mijn camera aan? Ja, hij is aan. Alle hakken die je hier ziet zijn eigenlijk best wel veel gebruikt. Ik heb echt een heleboel. En jongens, ik hou van hoge hakken. Zoals je kunt zien, mijn hakken zijn bijna ook allemaal echt heel erg hoog. Een paar zijn laag. Of ja, voor mij laag. Kijk, dit is laag voor mij. Heel erg leuk. Dit zijn gewoon hakken van Shein. Jongens, super goedkoop. Kijk, ik heb hier hakken die ik niet heel vaak draag. Want ik ben meer van het koud. Maar zo'n kleur hakken heb ik verder niet. Dus daarom wil ik hem denk ik gewoon alsnog houden. Voor als ik een keer zo'n kleur aan wil. Ik heb hier ook echt prachtige hakjes van Marokko. Deze heb ik in Marokko gekocht. Super duper mooi. Altijd als ik ze draag krijg ik altijd super veel complimenten. I love it. Hier heb ik ook prachtige hakken in het goud. Maar deze ga ik zeker ook houden. Omdat ik die ook gewoon echt vaak draag. Jongens, wat moet ik wegdoen? Ik denk echt dat er hier echt letterlijk gewoon niks weggaat gewoon. Ik ben ook echt verzot op mijn plastic prostituee stripperhakken. Even kijken. Nee, jongens. Ik denk dat hier echt werkelijk waar niks weggaat. Alles draag ik gewoon hier wat hier staat. Dit blijft. Ik weet, dit is niet echt satisfying. Maar bear with me. Straks gaan we echt een heleboel weghalen. Hieronder verstopt. Dit is dus geen la. Dus dit kan ik helaas niet uitschuiven. Maar hier staan ook een heleboel hakken. Dus ik denk dat ik jullie eventjes met mijn hand ga vasthouden hiervoor. Oké, dit zijn dus de rest van mijn purse die ik iets minder vaak draag. Maar ook gewoon omdat er gewoon hier geen plek meer is, ligt er hier ook een bol. Deze hakjes zijn echt zo cute. Kijk hoe laag. Deze hou ik allemaal. Deze heb ik allemaal. Net nieuw van de Mango. Deze heb ik tweedehands besteld bij Vinted. Super mooie hakjes. Ik denk dat ik hier wel wat ga wegdoen. Deze hakken zijn echt super duper hoog. Maar echt zo mooi. Deze hou ik. Ik heb ze echt al 10 jaar of zo. Deze hakken heb ik al zo lang. Die had ik gehaald bij de V&D. Nou, dan weet je wel ongeveer hoe lang geleden dat is. De V&D bestaat niet eens meer. Dit zijn ook echt hele cute hakjes. Maar ik heb ze echt nooit gedragen. Ze zijn gewoon van de Pri. Hier, de etiket is er gewoon nog op en alles. Deze hakken zijn echt heel vaak gedragen. Ze lopen echt fijn, ondanks het feit dat ze er niet zo uitzien. Maar ik zie hier hakjes die ik echt nooit aandoe. Ik denk dat ik mijn eerste hakjes ga wegdoen, jongens. Deze ga ik denk ik wegdoen. Deze draag ik echt nooit. Kijken, wat hebben we hier nog meer? Deze hakken heb ik ook al heel lang van Steve Madden. Ook echt super duper vaak gebruikt, maar ze zitten echt niet fijn. Dit zijn van die super leuke hakken voor op het strand en zo. Oké, maar Sarah, even door. Concentratie. Ik denk dat ik even bij de hakken achter ga kijken. Deze hakken draag ik eigenlijk nooit, maar
Misschien heb ik een keer een roze outfit of zo. Ik denk dat ik ze gewoon hou. Ik heb zoveel schoentjes hier. Oh, hier zijn schoenen die wel echt weg kunnen. Deze draag ik echt... Ja, nee. Ah, jongens, ik ben zo vervelend. Ga ik gewoon nou echt niks wegdoen? Ja, of nee, wacht. Deze hakken ga ik wegdoen. Deze draag ik echt nooit. En ik heb echt genoeg zwarte hakken. Waar had ik ze besteld? Oh, bij Boohoo. Deze doe ik weg. Ja, deze gaan weg. Nou, ik heb al hier 2 paar schoenen die weg kunnen. We maken vooruitgang, jongens. Ja, ik denk dat de rest van de hakken gewoon blijft. Omdat ik die gewoon echt allemaal draag. Dit zijn ook hele leuke hakjes gehad van een vriendin voor mijn verjaardag. Dus, ja, of deze kunnen ook wel weg. Deze schoenen waren ooit echt helemaal in. Iedereen droeg ze. Ik ga helemaal stuk. Maar dit zijn niet echt schoenen die ik nog zou dragen. Ondanks het feit dat ik wel hou van die plastic schoenen. Zoals je kunt zien heb ik er echt een bol. Maar deze draag ik denk niet meer. Dus deze ga ik ook wegdoen. Yes, toch nog 3 paar hakken weggedaan. Oké, dit zijn dan alle hakken die blijven. Nou is er ook gewoon wat plek. Nou kan ik alles gewoon netjes neerleggen. En hier is er dus eigenlijk gewoon helemaal niks veranderd. En dit zijn de 3 paar hakjes die weggaan. Nu ga ik verder. Ik heb hier ook nog wat sneakers staan. Een paar. Maar de meeste staan beneden in de gang. Omdat ja, sneakers toch altijd wel stinken en zo. En ik wil niet dat al mijn kleding daarna gaat stinken. Maar hier is bijna niks meer. Dus dit laat ik voor wat het is. Oké, jongens. Dan is hier de andere kant van de kast. En hier ga ik wel echt het een en ander wegdoen. Kijk, daar allemaal staan al mijn enkelboots, mijn platte boots en ook gewoon met een hak. En hier kan echt wel een boel weg, maar ik kan daar niet bij, dus ik moet even een krukje halen of iets. Oké, mensen, ik sta op een krukje. Oké, even kijken. Ik zie al boots die ik niet ga wegdoen. Deze groene heb ik echt net, heb ik gehaald bij de Primark, waren echt €23 of zo. Zijn echt super leuk, vind ze heel fijn, dus deze hou ik sowieso. Ik pleur denk ik gewoon op de grond, wat ik niet hou. Ik heb hier ook nog wat prachtige hakken, laarsjes. Maar deze zijn echt vreselijk om op te lopen. Zelfs iemand die echt goed op hakken loopt, als ik, vindt deze irritant. Dus deze, ja, en ik draag ze ook bijna niet, dus deze ga ik wegdoen. Hier heb ik ook wat schattige zwarte enkelboots met een hakje. Maar ik moet zeggen, ik heb echt like 3 van dit soort zwarte enkelboots. Kijk, ik heb hier ook nog een andere die erop lijkt, die ik echt veel vaker draag. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. En dan deze andere zwarte hou. Hier heb ik wat nude enkelboots. Deze heb ik ook pas net, dus deze hou ik zeker. Dit zijn mijn meest gedragen enkelboots met een hak. Deze lopen zo fijn. En deze draag ik echt zo vaak, jongens. Oh my gosh. Deze heb ik gekocht bij Alyssa of zoiets. En ik heb ook de nude versie ervan. Want van alles moet ik altijd zwart hebben en nude. Dus deze 2 hou ik ook allebei. Deze hakken heb ik no joke. Echt 10 jaar of zo. Deze heb ik al zo lang. Deze ga ik wegdoen. Deze heb ik ooit gehaald bij de Van Haren. Hoe ik dat nog weet is echt shocking. Maar ik weet dat gewoon nog toevallig. Want ik vond ze echt heel leuk. Deze lopen heel fijn. Maar ja jongens, ik heb ze nog al zo lang. Het wordt tijd om ze te verlaten. Doei! Hier heb ik ook een paar hele leuke enkelhakjes. Deze schoen is ook echt heel leuk en heel mooi. Maar hij doet echt ontzettend pijn hier zo bij de tenen. Hij schuurt helemaal zo aan je tenen. En dat is echt vreselijk. Dus deze draag ik echt nooit. Dus deze doe ik gewoon weg. Hier heb ik nog een paar hakjes. Geel. Deze komen uit Spanje. Maar deze heb ik ook echt al 100 jaar. Had ik als een cadeautje gehad destijds. Maar echt al heel lang geleden. Maar draag ik ook niet. Dus doe ik ook weg. Jongens, ik kom er echt niet bij. Deze boots heb ik ook net. Als je mijn vintage video hebt gezien, dan heb je deze boots gezien. Deze zijn van de H&M, maar ik heb ze van iemand anders gekocht. En ik vind ze heel leuk. En ik heb ze pas net, dus deze hou ik. Hier nog een paar hele leuke hakjes. Heb ik ook al heel lang. Zulke hakjes heb ik niet. Zulke enkelboots die echt zo open zijn en zo. Dus ik denk dat ik deze houd. Deze heb ik ook al heel lang gehaald bij de Primark. Dus deze ga ik houden. Ondanks dat ik ze niet heel vaak draag, maar gewoon puur omdat ze best wel uniek zijn, zeg maar, zoiets heb ik niet. Hier nog wat schoenen die ik letterlijk nooit draag. Ze zijn wel echt heel mooi, maar ik draag ze gewoon niet, dus deze doe ik weg. Deze hakken heb ik ook echt heel vaak gedragen. Ze lopen heel fijn. Ze zien er niet per se zo uit, maar ze lopen echt heel fijn. Maar ze zijn echt helemaal kapot. Ik heb ze echt zo vaak gedragen dat ik ze gewoon helemaal kapot heb gelopen gewoon. Dus ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen van deze schoentjes. Doei! En dan hier de laatste. Deze zijn ook echt heel erg leuk, maar ook echt onmogelijk om op te lopen. Je voet staat gewoon letterlijk zo omhoog, zeg maar. Er is geen plateau, niks. Dus ja, nee, ik vind ze echt niet fijn en ik draag ze daarom ook niet vaak. Deze zijn echt nog in een goede staat. Ik heb ze echt bijna niet gedragen. Dus ja, deze doe ik weg. En jongens, dat was het. Nou, alles staat weer netjes. Ik heb hier echt een bol weggehaald. Oké, mensen, hier ben ik weer, maar nu op de grond in plaats heel erg hoog. Ik heb hier al mijn laarzen zitten.
Die zitten allemaal hier in deze grote bak of zo. En deze bak is ook echt helemaal vol. Oké, hier zijn dus al mijn laarzen en hier kan ook een boel weg. Dit zijn echt mijn fave zwarte leren laarzen. I love them. Deze heb ik nog gisteren aangedaan. Dus deze hou ik zeker. Ik weet niet meer waar ik ze heb gehaald, want ik heb ze echt al een aantal jaar. Hier heb ik eentje die erop lijkt. Alleen heeft hij een punt hiervoor. En is hij niet zo hoog. Ik heb ze nog niet heel lang. Ik heb hem van Shein. Ik had hem ook laten zien in een van mijn Shein video's. Dus deze hou ik ook, want die heb ik nog niet zo lang. Nou jongens, hier heb ik wat schoentjes. Ik weet niet wat mij bezielde om deze laarzen te halen. Wanneer doe je dit aan? Bij een of andere SM feest of zo? Wat is dit? Ik ga echt stuk om mezelf. Ik denk dat ik deze weg ga doen, want dit draag ik gewoon niet. Ik ga stuk. Waarom heb ik dit gehaald? Dit zijn echt de leukste laarzen ever. Deze heb ik ook bij Shein gehaald. Heb ik ook in een video laten zien. Deze vind ik super leuk. Vind ze ook heel uniek. Zoiets heb ik niet. Dus deze hou ik. Hier heb ik wat boots waar ik altijd heel veel vragen over krijg. Maar ik heb ze ook al 100 jaar, jongens. Deze zijn super leuk. Ik heb ze gehaald bij een of andere boutique of zo. Heel mooi bruin. Ik heb ze nog pas gedragen met een leuke herfstlook. Dus deze hou ik zeker. Maar helaas, ja, ik heb ze al heel lang geen idee waar ik ze had gehaald. Hier nog wat hoge boots. Deze heb ik ook al 100 jaar. De meeste van mijn boots heb ik al heel lang. Omdat ik er echt gewoon jaren mee doe. Deze heb ik ooit gehaald bij volgens mij de H&M. En ik vind ze nog wel echt gewoon heel leuk. Dus ik denk dat ik ze hou. En zoals je kunt zien heb ik niet heel veel kleur. Dus deze hou ik gewoon. Want zo'n bruine kleur heb ik niet. Want ik heb echt heel veel zwart. Oh, hier heb ik wat zwarte boots. Maar zonder een hak van leer. Maar ik draag ze echt nooit meer. En ja, ik vind ze ook niet zo mooi meer. Dus deze doe ik weg. Hier, wat prachtige hakjes. Dit is zo'n sokachtig iets. Maar zit veel te strak om mijn been. Dus deze doe ik weg. Jongens, ik heb zoveel zwarte laarzen. Wat is dit? Hier nog een paar zwarte laarzen, maar met een iets minder hoge hak. Dit zijn mijn loopboots waarop ik loop. Dus deze ga ik houden omdat ze gewoon fijn zijn om op te wandelen. En nog meer zwarte hoge laarzen met zo'n punt en hoge hakken. Maar deze draag ik nooit, dus ik doe ze weg. Ze zijn ook echt helemaal vies geworden. En dan hier heb ik nog een zwarte boot, maar met zonder hak. Maar ik ben de andere paar kwijt. Zo raar. En deze draag ik echt gewoon vaak. Deze zijn echt heel fijn. Ik ben gewoon echt de andere paar kwijt. Waar is die dan? Geen idee. Maar ja, deze hou ik voor het geval ik die andere paar nog vind. Maar ik vind het wel een beetje annoying dat ik ze hem kwijt ben. By the way, wat is dit? Dit heeft sowieso mijn moeder gedaan. Mijn moeder is zo'n persoon die dit gewoon mooi zo sneaky erin doet. Maar goed, deze haal ik eruit. Nou, en dat was het dan. Nou is het leeg. Zo, dit ziet zo'n stuk beter uit en het kan weer onder mijn bed. Oké, mensen, ik ga gewoon echt even zo praten. Nou ben ik basically klaar met alle schoenen. Nou gaan we beginnen aan de tassen. En hier kan echt veel weg. Ik heb zoveel tassen en echt no joke, ik draag er misschien 2. Ik wissel er gewoon 2 of 3 af of zo. Dus laten we beginnen. Net als het bakje hier met de boot, heb ik daar onder het bed een andere bak. En daar zitten mijn tassen. En ik heb er daar aan de deur een aantal hangen die ik echt vaak draag. En ik heb er ook een paar in mijn kast. Maar ik ga gewoon even alles verzamelen en in die bak doen. En dan kunnen we gewoon beginnen. Oké, mensen, ik heb nou al mijn tassen in dit bakje verzameld. Laten we gewoon beginnen en kijken wat we gaan wegdoen en wat we houden. Ik zie hier al gelijk een tas die ik hou. Deze heb ik nog niet zo lang. Deze heb ik gehaald bij de Primark. En ik vind het zo leuk, want het is zo'n aparte shape, zeg maar. En zoiets heb ik niet. Dus deze hou ik. Ook een hele mooie cream kleur. Hier zie ik er eentje die ik ga wegdoen. Ik weet niet eens waar ik hem vandaan heb. Maar deze draag ik echt letterlijk nooit. Ik vind hem er ook echt heel goedkoop uitzien. Oh, hier zit een parfummetje in. Oké dan. Dus ik denk dat ik hier gewoon afstand van ga nemen. Deze gaat weg. Ik kleur alles wat ik wegdoe daarachter. Oké, we zijn nog goed. We zijn een beetje verschoven, but it's alright. Hier heb ik een tas die ik best wel vaak draag. Ook deze is van de Primark. Ziet er echt heel erg cute uit. Deze hou ik, want deze draag ik gewoon echt oprecht vaak. Hier een hele mooie tas van Valentino. Deze is zo chic. Ik draag hem alleen niet zo vaak, want ik vind hem best wel groot. En ik ben meer van het klein. Maar toch ga ik hem wel echt houden, want hij is echt heel mooi. En misschien met een mooie lichte beige chic outfit gaat dit echt heel mooi zijn. Hier heb ik 2 identieke tassen. Een zwarte versie en een witte versie. Allebei van Shein, volgens mij.
Ja, allebei van Shein. Heel goedkoop dus. Maar ik vind ze allebei echt heel erg leuk. En deze zwarte draag ik echt heel vaak. En de witte, het is mijn enige witte tas. Dus daarom hou ik hem ook. Hier heb ik nog een Valentino tas. Deze ziet er ook echt heel leuk uit. Maar ik draag hem ook niet zo vaak. Ook weer omdat hij zo groot is. Maar ook deze ga ik wel houden. Want ik heb niet veel van dit soort tassen. Hier heb ik echt de meest aparte tas ever. Is het niet echt te cute? Ik krijg altijd zoveel complimenten als ik hiermee loop. De enige reden waarom ik hem niet heel vaak draag is omdat ik hou van goud en ik draag altijd goud. En dan vind ik het een beetje vloeken met zo'n tas. Maar hij is wel echt heel uniek en heel erg cute. Dus ik ga hem wel houden. Hier heb ik een tas van Dior. Ik hoef jullie niet te vertellen dat ik die ook gewoon ga houden. Een van mijn fave tassen. Super duper cute. De reden dat ik hem ook niet heel vaak draag is ook weer het goud-zilver verhaal. Dit is zilver en ik draag altijd goud. Dus ja, maar goed. Ik vind hem wel heel leuk, dus deze hou ik. Hier heb ik een hele grote strandtas. Deze had ik volgens mij een keer ontvangen in een PR pakketje. Ik heb hier ook een iets kleinere strandtas. Deze hou ik altijd voor als ik naar het strand ga. Ik heb hier nog een zwarte strandtas. Ik denk dat ik de zwarte weg doe. Hij is ook echt helemaal kapot en alles. Dus deze doe ik weg. En dan denk ik dat ik de andere twee hou. Want dan heb ik één grote en één kleine. Heel erg cute. Hier een hele kleine tas van Valentino. Deze draag ik altijd als ik naar een trouwfeest ga of zoiets. Daar vind ik hem heel cute voor. En hij is gewoon goud. Dus hij matcht altijd met al mijn sieraden. Deze is echt heel erg cute. Deze hou ik. Hier heb ik een kleine rugtas. Ik zat weer in een fase. Ik draag geen rugtassen. Dat is gewoon niet een ding in mijn leven. Maar ik besloot dat ik dat wilde. Want in die tijd was ik veel aan het wandelen. Want ik wilde afvallen. Bla bla bla. Dus ik besloot om zo'n kleine te halen. Dus toen heb ik hem gehaald. Uiteindelijk heb ik hem misschien één of twee keer gedragen of zo. Maar ik ga hem alsnog niet wegdoen. Voor het geval ik weer in een rugtassenfase beland. Dan heb ik er gewoon eentje. Oh, deze is echt heel cute. Deze draag ik altijd met mooie rode lipstick. Is deze echt super mooi. Hij is ook zo zacht fluffy. Het is zo'n schapenpak of zo. Waar heb ik deze vandaan? Ik weet niet meer. Ik heb geen idee meer waar ik hem heb gekocht. Online weet ik wel. Deze is zo cute. Dus deze hou ik, want deze draag ik gewoon echt. Hier een hele mooie nude tas. Ik heb niet heel veel nude. Dus deze ga ik ook houden. Ook gehaald bij de Primark als het goed is. Ik haal echt bijna alles daar. Want daar hebben ze echt de meest cute tasjes ever. En ik heb altijd best wel moeite met echt kleine vinden. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Dus deze vind ik heel mooi. Deze hou ik. Ik weet niet wat dit is. Enjoy the summer. Ook dit is een strandtas of zo. Welke is leuker? Want ik ga ze niet allebei houden. Geel of groen? Ik denk dat ik dit er een beetje goedkoop uit vind zien. Dus ik denk dat ik de groene hou en deze weg doe. Hier heb ik de schattigste kleine gouden tas ever. Deze heb ik afgelopen zomer echt vaak gedragen. Er past echt like niks in. Maar wel heel cute met een leuk outfitje. Deze hou ik. Hier heb ik nog een Valentino tas. Ik zat kennelijk in een Valentino fase. Deze is dus helemaal zilver. Ik weet niet precies waarom ik die heb gehaald. Want ik draag nooit zilver. Dus ik denk dat ik hem weg doe. Hij is ook echt helemaal vies. En dat laat ik gewoon echt weer zien dat ik hem echt nooit draag. Dus deze doe ik weg. Hier, de tas die ik het laatst heb gebruikt. Zoals je kunt zien zit alles hierin. Deze heb ik gisteren nog gedragen. Een kleine pantertas. Iedereen lacht me altijd uit als ik met dit aankom. Maar ik vind hem echt heel cute. Dus ik hou gewoon echt. Hier heb ik nog een Valentino tas. Ik weet niet waarom ik in een of andere gekke Valentino fase zat. Maar deze draag ik eerlijk gezegd ook nooit. Dus ja, jongens, ik doe hem gewoon weg. Ik draag hem echt nooit. Ik wist niet eens meer dat ik hem had. Dit is mijn meest gebruikte tas van Louis Vuitton. Deze draag ik echt al jaren elke dag. Dus deze hou ik. Hier een hele mooie roze tas. Deze is gewoon letterlijk ongebruikt, zoals je kunt zien. Maar ik denk dat ik hem weg doe. Aangezien ik hem tot nu toe niet heb gebruikt, zie ik mij hem ook niet echt gebruiken. Dus deze doe ik weg. Heb ik serieus een fanny pack? Jongens, deze bak is zo vies. Ik ga het echt even zo schoonmaken. Waarom heb ik dit? Volgens mij zat ik ook weer in een of andere fanny pack fase. Deze gaat weg, want dit draag ik echt nooit. Hier een hele leuke doorzichtige tas. Maar dit is roze. Draag ik niet heel vaak. En ook weer zilver. Dus de slechtste combinatie voor mij persoonlijk. Dus deze doe ik weg. Hier een hele leuke riemtas. Deze is super apart. Ik weet nog toen ik hem had gekocht. Maar ik heb hem volgens mij nog nooit gedragen. Maar dit is dus heel leuk zo om je waist. Dus deze hou ik wel voor het geval ik hem weer ooit wil dragen. Heb ik hier toch gewoon nog een fanny pack. Deze heb ik ontvangen in een Pixie PR pakketje, weet ik toevallig. En ik herken ook die groene Pixie kleur.
maar het draagt nooit, dus doe ik weg. En als laatste deze doorzichtige tas. Ik had hem toen besteld, want ik vond hem echt heel leuk ook. Maar eindstand draag ik hem echt bijna nooit, want ik vind het niet zo chill als iedereen ziet wat ik erbij heb in mijn tas. Dus deze doe ik ook gewoon weg. En dan is het klaar. Oh wacht, dit hoort ook nog bij die tas. En dan is het klaar, jongens. Ik ga heel even snel deze bak een beetje schoonmaken en dan alles erin doen. Nou, hij is weer helemaal leeg en schoon. Ik heb even het raam achter mij open gedaan, want het is me hier een partij benauwd. Ik ga alles er weer in doen. Oké, de drie hier ga ik daar hangen aan mijn deur, omdat ik die gewoon vaak wil en ga gebruiken. En de rest doe ik gewoon hierin. En dan als ik het wil, haal ik gewoon deze bak onder mijn bed vandaan. En dan zijn we klaar, jongens. Dit was het. Oké, mensen, dit is dan alles wat ik weg doe. Dit is echt een hoop. Allemaal tassen, schoenen, et cetera. Dus dit gaat allemaal weg. Ik denk niet dat ik het ga verkopen. Ik denk dat ik het allemaal aan mijn moeder geef. Want zij kent echt genoeg mensen die dit wel graag zouden willen hebben. En niet al te veel te besteden hebben. Of het gaat gewoon mee naar Marokko. Eén van de twee. Maar voor nu, dit is het dus. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik in ieder geval wel. Ik vond het heel leuk. Want ik was heel te aan te handelen met te weinig plek. Dit en dat. En nou voelt het gewoon alsof een hele last van mijn schouders is gevallen gewoon. Al deze dingetjes kunnen gewoon weg. En dan is er ook weer wat plek vrij voor nieuwe tassen en schoenen. Laat me weten wat je vond van de video. Want zo'n video heb ik nog nooit gemaakt. Ik heb nog nooit mijn schoenen en zo opgeruimd. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. En stay tuned voor aflevering 4. Die komt volgende week maandag om 12 uur. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!